Ik zal vanavond wat drukker is, nog alles noemen uiteraard. Maar deze kun je vast in de zak steken. Die gaat er binnen. Ik ga erop geteld. En het spijkerbroek hangen neem ik aan één keer. En dat is gewoon. Hij heeft gezegd dat ik loop drie keer op en neer. En dan kunnen we ook direct even kijken of het allemaal goed vastgemaakt is natuurlijk. En wil die verantwoordelijkheid zelf dragen. En de jury, waar staat de jury dan? Hoe je dat met de jury? We drukken het maar aan, dus het is weer lekker opgewarmd. Gaat ie goed, Conné? Ja? Oké. Toch alleen fijn zo'n bevestiging. Haalt hij zoekt een beetje balans. En haalt. Want het is het leiden. Het echte puntje aanraken. Ja, ik zeg ja. De jury zegt ook ja, 7 meter. Dat was de eerste met 7 meter. Corine Leusing. En de volgende dat is. Dit is dus de oudere groep. Totaal hebben we daar 2, 4, 6, 8 deelnemers in van de categorie 12 jaar en ouder. En er wordt totaal dus 2 keer gelopen. Als je klaar bent met de eerste keer lopen, trek even wat werk zwarte waterland. Activiteiten als deze worden door N georganiseerd. Mocht u interesse hebben om aan te sluiten als vrijwilliger of iets dergelijks, neem contact op met een van hen. En dan gaat het helemaal goed komen. Jury is druk in beraad. Cor Willem Heutink is de volgende. 6,90 meter. Oftewel net het puntje niet aangeraakt. Cor Willem Heutink. Kijk, loop even rustig aan, even naar het puntje. Hij mag gewoon opzoeken. Voor ik altijd ontspek, die denkt van ik heb nog een paar droge sokken bij me. Loop rustig over die balk heen, over die boeksprint, moet ik zeggen. Rick Heutink is de volgende. Dit is een Jotmut, 11 jaar. Ik was even mijn lijst kwijt voor informatie. Rick Heutink, zet hem op jongen. Ook een getrouwe. En dan Henk-Jan Leusing, hierna. Rick die denkt van ik ren gewoon even naar het puntje toe. Goed aanraken. Kijk, het loopt gewoon rustig terug, dames en heren. Kijk eens aan, kijk eens aan. Geef een applaus, dames en heren. Ja, 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 ja. Eens de jager, Arie de jager. Henk-Jan Leusing, 9 jaar en heeft zijn ABC compleet. Deelname is uiteraard op eigen risico. Uiteraard ook nooit op ongelukken. En de deelnemers zijn verplicht in het bezit te zijn van een zwemdiploma. Arie de Jager, 12 jaar. En voor alle diploma's, hele prijzenkast vol. En kijken of we dit weer gaan zien hoor.
Maar die staat de jager, heeft ook alle diploma's, heeft alles binnengetrokken wat er te krijgen was. 9 jaar ook. Even naar de trap. Ik weet dat water is lekker. Kijk, geef hem ook een applaus, dames en heren, hoor. Want ook die kleine afstanden, ze doen het maar even, hè. 2,50 meter. Doet het maar even na. Sophie Leusing. En daarna krijgen we Herniek van Dalsen. Kijk, het hoeft toch allemaal niet snel te gaan, hè, als het maar goed gaat. Denk je. Gewoon even rustig heen en weer, dan word je ook niet nat. En de springer kunnen evenaren. De jury is in beraad. 6,90 meter. Wat een prachtig plaatje is het. Hier het boekspiet lopen vanaf de 5 gebroeders. En als je uit het water komt, trek even wat warms aan. Sla even een handdoek om je heen. Volgende week gaan we weer lekker naar school toe. En veronderstel dat je begint met ziekteverzuim. Voor de juf en de meester wel lekker rustig maar. Gaat ie goed? Ja, oké. Okay. Heel veel applaus, dames en heren. Het is voor ons natuurlijk vol. Vier meter. En daar krijgen we Bas de Vries. En u kunt de beelden en foto's dan terugkijken op Breeman.net, Gallemunt.nl. We hebben het vanavond gezien, je kunt heen en terug. En denkt u van, dat kan ik ook, makkie. Kom maar langs. Een uitje van, ik loop even over die boekspriet heen. Hij denkt van, ik ga de jury even beïnvloeden met een bommetje. En dan vertelden we dus net dat hij vorig jaar de spijkerbroek aan heeft gewonnen. Dat is een evenement, dan komt hij na. Zeven meter. Julia Koster. De jobberoepen, loopt even rustig heen en weer. Dat is dan weer jammer, hè. Gaat u goed? Haar A en B. Vijf meter veertig. Uit de pet op tegen de zon natuurlijk. En als je uit het water komt, trek even wat warms aan. Kijk als ik dat kan doen. En dat is natuurlijk geweldig voor zo'n organisatie. Als jong prevent, als we wat organiseren, dat je ook heel veel deelname hebt. Dat je terug kunt kijken op een geslaagd evenement. Dus door de deelnemers 2 keer gelopen over deze prachtige boekspriet hierbij. Op de 5 gebroeders en die beide afstanden worden bij elkaar opgeteld. Er wordt hier net besproken dat wij na de jongeren nog een keer laten lopen. Dan kunnen ze zich goed warm inkleden.
En Sander kan ze klaarmaken. En nu kijken we naar Joke Leusink, 10 jaar. En vanmorgen kwamen we dus tot de ontdekking dat de gemeente zo aardig was geweest om de verankering. Gerben van Dijk, Arjen Buitink. En daarna komt nog de laatste van deze ronde, Jacomin. Jacomin, het is 9 jaar. Vijf meter. Zet hem op, Jort. En Rick Heutink kan ze klaarmaken. Ja, dames en heren, hij doet het. Hij doet het. 3 keer op 1 avond heen en terug. Of het wordt er gemakkelijk. Volgens jou een boost van 10 meter aan. En dames en heren, we hebben vanavond gezien. En 3 maal is er op en neer gelopen. Dus 3 maal. En meneer Meijers onder de Richard. Ja, hij stikt de duim omhoog. Hij denkt van ja, ik moet mijn dochter wel passeren natuurlijk. Ja, gaat het kunnen. Ja, ga dan maar eens even aanstaan. Ik heb de kleren gedaan, joh. Nou, jij met deze kleren gedaan. En u ziet het, dames en heren, het is geen kinderspel. Het is voor jong en oud. Ja. Ja, ik was bij de VBK. Jort Mut laat los. In de tijd van 1 minuut en 6 seconden. Oftewel 66 seconden. Ja, nu is het beter. 30 seconden. En Roy Mut, die blijft erin. Pasten. En Jonas Warenpol heeft losgelaten in de tijd van. Tessen in elkaar en start maar. Ook dit is natuurlijk een grandioos evenement. En overal aanwezig in deze top. Er is ooit, ik denk van, schudden we de bom in. We hebben niet zoveel deelnemers, dus ik maak er een langer evenement van. Ja, je moet toch zelfs al een pakje koffie hier. Helemaal geweldig. Het is 2 minuten, over de 2 minuten. 2 minuten en 3. Werk aan de week. Als je praat over de doka weer in, hè? Ja, van de week, hè? Dat is hoe hè? Nee, waar ik, hè? Dat is een goede stap. Dit is waar het voor bedoeld is. Gewoon rustig blijven. Als je weer van je rug hebt. Ja, nu, hè? Dan en open. En dan laat hij los. In de tijd van 23 seconden. Ja, ik ben water in. Ja, ik ben water in. Ja. Tim Beens, sorry, André Flexfactor, blauwe broek. En dat zijn Jammerlinde en Jacomine van de Rechter. Dat zijn de laatste deelnemers van vanavond.
En daarna is er prijsuitreiking van zowel het boekspitlopen als het spijkerprogramma. Ja! 32! Ik ben van Job, joh! Wat ben je dan? Geld? Wat ben je dan? Geld. 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 De deelnemers nemen allerlei poses in de avond. Moedig ze nog even aan. De laatste twee. En daarna hebben we de prijsuitreiking. Die zal er plaatsvinden. Na deze twee binnen dan en 5 minuten. De prijsuitreiking van zowel het boekspit lopen als het spijkerbroek hangen. Seconden. Jacomien. Ja. En Jannelien, die laat het los. 43 seconden. En geef ze nog een tafel applaus, dames en heren. Wat een foto. Dan laat ik even je prijs zien, hè. Dames en heren, geef deze kant nog even een hard applaus, hè. Was je tweede? Ja, dat is een spijkerprogramma. 2015. Met drie winnaars en alle drie langer dan 2 minuten van de spijkerprogramma over een hard applaus. En we mogen als terugkijken op een zeer geslaagd evenement. En zonder deze deelnemers zou het evenement nooit slagen. Dus nog een hard applaus voor alle deelnemers. Van de hele avond, terwijl wij spijkerprogramma als we bij Boekspit lopen. Alle geweldige dagen, toppie!